Goedemiddag, mijn naam is Wendy Albers en ik ben inderdaad onderzoeker bij Transo en bij Quintus. En ik wil jullie kort even meenemen in hoe het slachtofferschap bij mensen met ernstige psychische aandoeningen eruit ziet. En ik ga kort ook even wat vertellen over onze gespreksmodule, die Victoria heet. Die we hebben uitgezet bij hulpverleners in ambulante teams, in vakteams. Ik heb hier kort om wat beeld te geven bij die grote concepten die jullie op de eerste slide zagen staan. Slachtofferschap, discriminatie en stigma zijn grote thema's. Maar waar gaat het nou eigenlijk over? Nou, dit zijn een paar uitspraken die we verzameld hebben gedurende ons onderzoek van de cliënten. Ik denk niet dat de mensen hier in de zaal het kunnen lezen, maar ik zal ze misschien even voorlezen of meelezen. Ik krijg het gevoel dat ik minder snel verlof krijg dan collega's. De mishandeling en bedreiging was beide tijdens opname. Men moet er rekening mee houden dat men slachtoffer kan worden. Wordt van tijd tot tijd wel eens nageroepen door hangjongeren. Ik voel me vaak niet veilig. Last van een onveilig gevoel door vroegere trauma's en PTSS. Hierdoor ook erg weinig vertrouwen in anderen en in zichzelf. Ik ben bedreigd en mishandeld door een drugsdealer. Nou, dit gaat over allerlei onderwerpen. Ik hoop dat jullie een beetje een beeld krijgen wat nou precies het slachtofferschap is. Dus het zijn niet alleen maar de criminele incidenten die we wel vaker voorbij zien komen. Het gaat ook over veel subtieler subtielere nare ervaringen die cliënten meemaken. En in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, komt slachtofferschap veel vaker voor dan daderschap. Jullie zien in beeld een grafiekje onder cliënten, waarbij ruim de helft van de cliënten in het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van één of meerdere incidenten. En dan kun je dus denken aan de dingen die hiervoor op de slide staan, maar ook aan bedreiging, geweld, seksuele intimidatie of een misdrijf. En als ze dan iets naars meemaken, dan ervaren ze ook 6 keer meer incidenten dan mensen uit de rest van de bevolking. Als je het dan hebt over narigheid en discriminatie en stigma, komt dat ook enorm fors voor. Sommige onderzoeken geven zelfs aan dat de helft van de cliënten regelmatig discriminatie ervaart op basis van hun psychiatrische diagnose. Dat zijn volgens mij forse aantallen. Omwille van de tijd ga ik hier niet helemaal op in. Maar wat jullie vooral zien op dit plaatje is dat het overwegend roze is. Wat eigenlijk wil zeggen dat de cliënten met ernstige psychische aandoeningen veel vaker dit soort narigheid meemaken dan mensen uit, zoals jij en ik, uit de rest van de bevolking. En dan vooral als het gaat om de persoonlijke incidenten. Als het goed is, kan ik zelfs inzoomen. Die staan in het midden. Hier ergens seksuele intimidatie, seksueel misdrijf, bedreiging en geweld. Nou, dat zijn echt dingen die gericht zijn op de persoon. En waar je ook wel van kunt voorstellen dat het enorme gevolgen heeft voor zo'n persoon. Hier staan er een aantal. Je kunt denken aan het toename van symptomen, verlies van zelfvertrouwen, maar ook in anderen. Wat ik hier niet heb kunnen laten zien, maar wat ook al eerder gehoord is. Veel van dit soort incidenten komen voor in de huiselijke sfeer en worden gedaan door bekenden van de cliënt. Al dit soort dingen zijn een enorm obstakel voor herstel en gevolg, of herstel en rehabilitatie. Nou, als het dan gaat om participatie onder de cliënten met psychische klachten, dan weten we uit onderzoek dat slechts 10-20% van de cliënten betaald werk heeft. En daarnaast hebben ze veel minder vrienden en zijn ze over het algemeen ook niet heel erg blij met de kwaliteit en de kwantiteit van hun sociale netwerken. En halen ze ook minder sociale steun uit die netwerken dan dat ze eigenlijk graag zouden willen. Wat ook al eerder aan bod kwam, die
deze cijfers die gaan over de groep als geheel. Maar wat we ook hebben onderzocht in dit project is, hoe ziet die groep er nou uit als je ze opsplit? Zijn daar profielen in te onderscheiden als het gaat om slachtofferschap, daderschap ook, discriminatie en participatie? Nou, het eerste poppetje was al in beeld. En ik kan ook niet alle uitkomsten van het onderzoek behandelen, maar in grote lijnen zagen we dus eigenlijk inderdaad het poppetje met het rode shirt aan. Die maakt ongeveer net zoveel mee als mensen van uit de rest van de bevolking. Als het gaat om slachtofferschap en discriminatie. En qua participatie zitten ze wel iets onder gemiddeld als het gaat om betaald werk en sociaal functioneren. En het middelste poppetje, dat was een groep die vooral wat moeite had met het sociale. Weinig vrienden, scoorde ook lager op kwaliteit van leven dan het eerste poppetje. En dan het poppetje met, wat is het, met de stekeltjes. Die scoorde behoorlijk hoog op zowel slachtofferschap als daderschap. Maar voelde zich daarnaast ook het meest onveilig van alle groepen. En ook, hadden ook de laagste kwaliteit van leven. En je zag ook echt, zeg maar, over de poppetjes heen, dat de kwaliteit van leven afnam en het gevoel van onveiligheid nam enorm toe. Nou, als het gaat om ondersteuning die cliënten krijgen, is het al eerder genoemd, de ambulante begeleiding, de vakteams, daar krijgen ze ondersteuningen van op allerlei gebieden, zo ook op participatie en rehabilitatie. Wat we weten uit bijvoorbeeld auditscores is dat dat vaak wat moeilijker gaat en dat de scores op dat soort items best wel laag zijn vergeleken bij andere gebieden. Dat als het gaat om slachtofferschap, dat het wel vaker wordt besproken door de case managers. Maar dat er eigenlijk niet echt tools zijn om dat op een structurele en systematische manier te doen. Is dat eigenlijk wel een goed idee, dat praten over al die narigheid? Dat weten we inmiddels ook, dat dat zeker wel een goed idee is. Het zorgt voor meer erkenning. Cliënten voelen zich meer gesteund als er vaker over gepraat wordt. Daarnaast zorgt het ervoor dat ze in de toekomst beter met dat soort narigheid kunnen omgaan. En er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat er een vermindering plaatsvindt van slachtofferschap. En in tegenstelling tot ook wel wat we vaker terug hoorden in ons onderzoek en ook in de literatuur, dat toename van symptomen was niet het geval. We hebben dus inderdaad daar een gespreksmodule voor ontwikkeld, de Victoria-interventie. Heel kort, het zijn vier stappen waarin de hulpverlener onderzoekt of de cliënt vastloopt door alle nare ervaringen die ze meemaken in het sociale, in de maatschappij. En door stil te staan bij die ervaring en echt erkenning te geven, ook voor die intensiteit van die ervaring, komt daar weer ruimte voor de oorspronkelijke wens en ook om daar weer naar toe te bouwen. Heel kort, we hebben... Het was niet heel kort, want we zijn er heel lang mee bezig geweest. Maar we hebben ook gekeken, werkt dat nou eigenlijk? Hè, als het gaat om slachtofferschap, discriminatie, participatie. Daar vonden we een aantal dingen iets minder positief. Zowel ervaren discriminatie als geanticipeerde discriminatie. Misschien moet ik die even uitleggen. Dat is... de cliënt verwacht gediscrimineerd te worden en vervolgens handelt daar ook anders naar. Dus die denkt, joh, ik krijg die baan toch niet, dus ik ga maar niet solliciteren. Daar vonden we een toename over de tijd heen. Nou, dat is 2 jaar geweest. Maar wat we wel zagen, en dat is wel heel positief, is dat op ervaren discriminatie we een dempend effect vonden van de interventie. Misschien niet voor de discussie om daar straks op terug te komen, waarom wij denken dat dat toeneemt. En wat ook heel positief is en wat volgens mij sowieso enorm belangrijk is,
is dat de cliënt de gesprekken heel helpend vond. We hebben ook gevraagd van, joh, hè, voel je je nou gesteund door die gesprekken over al die narigheid en geholpen? En ook, kun je in de toekomst beter omgaan met dat soort nare ervaringen? Nou, dat vonden we dus inderdaad dat dat inderdaad zo was. En wat we ook zagen in beide groepen, dus zowel de groep die de Victoria gespreksmodule heeft gehad en de groep die hem niet heeft gehad, is dat het geloof in eigen kunnen of empowerment, zoals dat heet, in beide groepen toenam. Nou, een vooruitblik / conclusie, want het is nog niet helemaal af, het onderzoek. Wat we terughoorden bij de hulpverleners was dat er wel draagvlak was voor de interventie, voor de gespreksmodule. Ze vonden het allemaal eigenlijk wel een enorm belangrijk thema. Kleine kanttekening, ze vonden het ook ingewikkeld om het in de dagelijkse routine te houden en om te blijven toepassen. Nou ja, zoals ik net al zei, de cliënten die vinden het allemaal helpend en voelen zich gesteund en erkend in hun herstelproces. Nou ja, goed, en het laatste, het past in het rehabilitatieaanbod, maar is wel doorontwikkeling gewenst. Dat was